shit, ik zie er fucking moe uit. Misschien omdat ik net 100 kilometer heb gewandeld. Het is tijd voor wat vitamine. Dus ja, ik ben terug van die helse staptocht. Ik heb het overleefd. Mijn voeten jammer genoeg niet. Maar ik ga weer video's maken. Elke dag speciaal voor jullie een nieuwe video. Als we natuurlijk 600 likes halen op elke video die geüpload wordt, dan maak ik de dag na een video voor jullie. Maar daar gaan we het in deze video niet over hebben. Vandaag ga ik zeggen hoe mijn pasvakantie was. Want jullie hebben niet veel van mij gehoord deze pasvakantie. Dus dat ga ik in deze video allemaal vertellen. Let's go! YouTube, hey Siri! Met vandaag een zotte video. Nee? Ja, daar. Man, ik heb UP26 overleefd. Ook een cool bandje gekregen. Hola die. En natuurlijk, last but not least, het geweldige t-shirt. Wow, it's amazing. Ik heb dus gewoon die 100 kilometer uitgewandeld. Holy shit. De allereerste dag heb ik 25 kilometer gewandeld. De tweede dag 38,5. De derde dag 30. En de vierde dag 10 of zoiets. Die tweede en die derde dag. Holy shit. Ik was kapot. Mijn voeten kapot. Ik was zo moe en op het randje van te zeggen, nee, ik stop, ik kan het niet aan. Maar ik dacht van, nee, ik heb gezegd tegen jullie dat ik het ging doen. Ik heb het gedaan. En nu heb ik een leuk schildje die ik op mijn hemd kan naaien. Doei. Wel een mooi schildje. Very pretty. Voor de mensen die niet echt weten wat UP is, ga ik het even kort samenvatten. Het is een vierdaagse staptocht georganiseerd door de KSA, KSJ, VKSJ van Vlaanderen. Alle KSA's, VKSJ's, KSJ's komen dan samen en wij doen een vierdaagse staptocht. En dat is dus 100 kilometer. En wij gaan eigenlijk zoeken naar stad X. En stad X is de stad waar we altijd naartoe wandelen, maar eigenlijk weten we zelf ook niet waar we heen stappen. En op het einde is er dan een heel groot feest in die stad. En dat was Puurs. Nog nooit van gehoord. Ik wist niet eens dat Puurs een stad was. Elke dag wandel je dus een hoeveelheid kilometers. Om er op de laatste dag toch aan 100 kilometer te komen. Holy shit, ik hoorde iets en er ligt nu jou te wenen in mijn straat. What the fuck? Ze zijn gewoon aan het vechten. Holy shit. Dit is MLG, jongens. Dit is true MLG quality. Het was die jongen die aan het wenen was. Hij is kwaad, boos. Maar dus om nog een beetje verder te doen over Joepie. Elke avond komen wij dus aan in een stad waarvan we zelf ook niet echt weten waar het is. Meestal zijn dat kleine steden, dorpjes, die niet echt bekend zijn. Eén dag waren wij in Muizen. Muizen is een deelgemeente van Mechelen. En wie woont er in Mechelen? Inderdaad, Ryan. Ryan van Unagis. En ik dacht, holy shit, wat als stad X Mechelen is? Dan kan ik bellen naar Ryan. Hey Ryan, kom jij naar Mechelen chillen mee? En dan kon hij zeggen, hey nee, ja ik kon in Mechelen chillen, yo. Maar genoeg was Mechelen, stad X niet en is die telefoon eigenlijk ook nooit gebeurd. Dus elke avond komen wij dan aan in een slaapdorp. En in die stad moeten wij dan een huis zoeken van iemand waar wij in mogen slapen. Meestal is het dan in een garage of in de living of in een slaapkamer die niet wordt gebruikt. En heel raar maar waar, we hebben elke avond een huis gevonden waar wij in konden slapen. Meestal hebben we zelf iets gekregen van die mensen. Een appel, onze flessen mogen vullen met frisdrank, een keuken mogen gebruiken. Allemaal super chille dingen. De laatste dag hebben we zelf geslapen in een leegstaand huis. Super nice. Je zou nu denken, Nathan, why is UP then not so cool? Het was fucking nice. Het was echt, het was super leuk. Alleen het stappen en dan pijn aan je voeten is het enige die echt kut is. Maar je bent bij allemaal vrienden, je komt de andere KSA's tegen, de sfeer zit erin. Elke avond is er wel iets te doen. Dus het was een fucking vette vakantie. Ik vind het jammer dat ik niet heb kunnen uploaden. Ik heb niet gevlogd op Joepie, want als die jullie mij elke dag gewoon hetzelfde doen, dan is het gewoon elke dag ik die stap en film en stap en film. Dus dat heb ik niet gedaan, omdat ik dat jullie niet wil aandoen om stapvlogs te kijken. Maar dus ik ben terug. Jongens, elke fucking dag kom ik op jouw beeldscherm om 7 uur of 7 uur 30. Neem nog een slokje Monster. Dus, jongens, van de video. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Morgen ben ik terug met H1Z1. Maandag, als het alweer fucking school is, ben ik terug met een nieuwe Advanced Warfare live cut commentary op jouw beeldscherm. Morgen komt er sowieso een deel 2 uit van H1Z1, want die likes op die video waren wow. Dus jongens, ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Ik ben Acid en ik zeg manios, chiquitas, adios.